Ik werkte vroeger bij de particuliere beveiliging, waarbij ik vooral winkelbeveiliging deed. Ja, de beveiliging twee keer met een voorwerp aangevallen, waarbij de laatste keer had ik al kinderen. Dat heeft mij behoorlijk aan het denken gezet. En daarbij wil ik iets veiligers. Ik had altijd een gevoel voor techniek en ik wil toch graag iets in de beveiliging blijven doen. Dus ik dacht, van, dan ga ik dat combineren, beveiligingstechniek. Daar ga ik toch mijn technische kant achterna. Ik zie er nu heel veel uitdagingen in. We zijn maandenlang ergens toe aan het werken. En dan komt er een moment dat wij alles gaan opstarten en dat we toch eigenlijk bijna geen fouten maken. Daar zijn we toch een stapje mee voor de mensen die wel kwaad willen.